9 mei bereikte ons het treurige bericht dat Martine Bijl was overleden. De laatste jaren was ze natuurlijk vooral bekend als presentatrice van Heel Holland Bakt, maar ze was ook een hele succesvolle actrice en zangeres. En Martine was ook een belangrijk vertaalster en schrijfster. Van kinderboeken, van tv-series zoals Het Zonnetje in Huis, maar ook van maar liefst 14 musicals. Ze vertaalde musicals als The Lion King, Beauty and the Beast, Billy Elliot. Maar ook Sister Act, We Will Rock You, Wicked en nog 8 andere musicals. Haar teksten hebben een miljoenen publiek bereikt, dus ik denk niet dat we overdrijven als we zeggen dat zij de belangrijkste vrouw in de musicalwereld was. Zeker, en daarom willen we haar vanavond en haar musicalwerk eren. En dat doen we samen met 3 musicalsterren die in haar musicals hebben gespeeld. Hier zijn Stanley Burleson, René van Kooten en Willemijn van Kooten. Hallo jongens, fijn dat jullie er zijn. Stanley, je hebt volgens mij in 3 door Martine Bijl vertaalde musicals gespeeld. Sister Act, La Cage aux Folles en Beauty and the Beast natuurlijk. Klopt. Ja. Wat is nou het geheim van een goede vertaler? Ik denk dat je als vertaler niet te letterlijk moet denken. Martine weet het heel goed. Bijvoorbeeld in The Lion King heb je... In The Lion King heb je het nummer Can You Feel The Love Tonight? Nou, als jij en ik dat moeten vertalen, dan wordt dat iets als Kun Je De Liefde Vanavond Voelen? Nou, dat wil niemand horen. Martine had een prachtige oplossing. Die is heel creatief. En die bedacht, voel je hoe de liefde groeit? Nou, dat is prachtig. Klinkt meteen veel mooier, veel romper, veel... En ook lekkerder om te zingen, lijkt. Ja, precies. Ja, Willemijn, jij speelde Wicked in 3 verschillende talen. Dus jij kan dat hier dus jij kan het goed met elkaar vergelijken. Hoe goed was de vertaling van Martine Bijl? Ja, het was natuurlijk een enorme opgave. Sowieso, Wicked heeft heel veel fans, zoals je al hoort. En ja, dat was echt wel heel lastig. En ik was ook heel erg benieuwd naar haar vertaling van Defying Gravity, wat wordt dat? En toen hoorde ik dat het Ik Lach Om Zwaartekracht wordt. En ja, dat is natuurlijk zo geniaal gevonden. Dus ja, echt heel fijn en heel goed en heel tof om dat vanavond ook weer te mogen doen. Ja! Nee. Jij hebt volgens mij ook echt met haar samengewerkt bij een aantal projecten. Hoe was dat? Ja, super fijn. Ik heb, voordat wij in 2005 met de repetitie begonnen van Beauty and the Beast, waarin die Gaston mocht spelen, toen deden we al een opname van het castalbum, dat was op die tijd nog. En toen was zij altijd bij in de studio, de Wisseloord Studios in Hilversum. En zij kon zo intens met je meegenieten. Je wist, als zij zat te gniffelen, dat je haar vertalingen goed had behandeld met inzingen. Want dan zat ze, en als je er dan daarna tegenkwam, een jaar later ergens, dan ging ze nog steeds refereren aan hey, die toren van vlees. Nobody fucks with Gaston. Dus ja, ze was ontzettend betrokken en ze kon zo heerlijk gniffelen zelf. Vertalingen die je van haar had en uitzoek. En dat gaan we zeker missen in de musicalwereld. Dames en heren, een groot applaus voor deze 3 kanjers met een ode aan Martine Bijl. Jij krijgt van mij wat je
Zal dat ooit